De regering, onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi, heeft groen licht gegeven voor de oprichting van een nieuwe bauxietmijn in het Bakhuisgebied nabij Apura. Dit zei het staatshoofd tijdens de viering van 145 jaar Nikeri, waarbij hij benadrukte dat de regering streeft naar verdere ontwikkeling van Nikeri als de tweede stad van het land. Tijdens zijn toespraak liet de president weten dat de regering het besluit om de mijn op te zetten onlangs heeft goedgekeurd. Een speciale studiegroep die 6 maanden geleden werd opgericht om het project te onderzoeken, presenteerde eerder deze week haar bevindingen. 6 bedrijven hebben interesse getoond in het project en volgens Santokhi is al besloten welk bedrijf de mijn zal gaan opzetten. En met de studie zullen we ongeveer 1,5 jaar nodig hebben om te starten met een nieuwe mijn daar in West-Suriname, welke aan 2000 mensen werkgelegenheid zal bieden. En Nikeri-rivier, Quarantaine-rivier, die zullen allemaal gebaggerd worden voor opzetten van havenfaciliteiten, voor transport van bauxiet. Al deze ontwikkelingen komen. De andere ontwikkeling is de regionale ontwikkeling met Brazilië, Suriname en Guyana, waarbij noorden van Brazilië industriële ontwikkeling op dit moment doet met hoge productie en zij willen hun producten exporteren. Maar São Paulo en Santos, die zijn te ver. Dus als wij hier havenfaciliteiten opzetten in Guyana en Suriname, is hun afstand heel kort om hun producten via deze gebieden weg te sturen, waardoor zij een productiekosten kunnen verminderen met 40%. Dus daarom moeten we shorebase opzetten, die regionale ontwikkeling stimuleren. En zo moet je die brug zien tussen Suriname en Guyana, omdat die brug gaat zorg dragen dat inderdaad die industriële ontwikkeling ook kan komen vanuit Brazilië richting Suriname en gebruik kan maken van de faciliteiten van Suriname. En daar gaan onze Nikeriaan werk vinden. De president benadrukte dat dit initiatief van groot belang is voor de economische groei van de regio en dat hij ervan overtuigd is dat de mijn een positieve impact zal hebben op de gemeenschap in Nikeri en omliggende gebieden. Morgen meer nieuws over de actuele ontwikkelingen in het district.